Oh, ik heb hier niks onder. More footwork. Dag YouTube! Hallo! En welkom alweer terug bij een nieuwe video. Wat heb jij vast? Ik vind dat wel een thema met de video van vandaag. En dat is ook een extra kledingstuk. Wij gaan eigenlijk part 3 doen van één laag in kledingstuk. Omdat jullie het zo leuk vinden en wij het ook zo leuk vinden om dierenfilmpjes te zien van grappige dieren. Ja, echt. Die vorige, als jullie nog niet gecheckt hebben, was echt geweldig. We waren aan het denken om misschien andere video's, maar dieren zijn gewoon leuk. Waarom zouden we dat doen? Dus omdat in vorige twee video's het wat minder goed afliep en we wat te veel kleren moesten uit, hebben we ons goed voorbereid. Ik weet niet wat bij u zit. Heb je goed voorbereid? Moesten we ons voorbereiden. Oké, dus Mits heeft dat niet voorbereid. Wish her luck. Chips! Because it's gonna be Maar funny. Ik heb wel deze oren. Dus de regels zijn, als je lacht moet je een kledingstuk doen. Als jullie dat niet wisten, want eigenlijk is de titel vrij... Eigenlijk, als je dat niet snapt, sorry, maar... Moet ik nu alles eruit laten. Tot nu toe niet echt veel. Gewoon grappige momenten, maar niet echt veel. Dus daar kunnen we nog zo tegen, snap je? Level 1, completed! Oh, jongen. Oh, dat was zo gelijktijdig. Als dieren scheetjes laten zouden. Ah, scheet. Had je die scheet gehoord? Ah, nee. Report. Maar dat was niet van dat paard. Dat was niet van dat paard, hè. Van wie dan? Van die guy die filmt. Maar het is echt heel triest. Ik doe mijn pantoffels uit. Ik ga mijn oren nog even aan laten, dus ik ga ook mijn pantoffels uit doen. Here he is. Ik vond je oma nu wel grappiger. Voor de oma. Oh nee, dat komt niet. Nee. Oh. Dat is dus wat ik bedoel dat we moeten hebben van video's. Voor krap gewoon. Ja, nu moet jij wel. Jij hebt het niet gelachen of wat? Nee. Ik zag je toch glimlachen? Nee, ik lachte omdat jij lachte, snap je? Maar dat was gewoon dat ik zag van, ha, jij lacht, snap je? Ah, maar ja, dan lacht je. Ah, je moet een kledingstuk uit. Dan lacht ik echt ook met u. Nee, ik heb ook een joker. Je hebt op het begin van de video ook een joker. Wat de fuck? Ja, geit? Oh. Ah, oh. Yeah. Wauw, ik wil dat paard nu. Dit is een geit. Eigenlijk, het grappigste vind ik gewoon geiten. Geiten zijn zo simpel. Ik ga mijn sokken uitdoen. Okay. Heb ik gaten in mijn sokken? Nee. En... Oh! Ja. Peter heeft een gat in die sok. Dat is een gat. Een dag is geen dag zonder Matthias die een gat in een sok heeft. Dat is gewoon een En een zijn onderbroek. Het is gewoon... Echt waar. Dat wil je niet zien. Het is gewoon een fact. Allee, op. Maar ik heb gelachen met jou. Meen je dat? Ik heb niet gedacht van die geit die zo stokstijf was. Nee, want jij lachte en toen lachte ik met jou en daarnet zei je ook dat jij met mij lachte. Dus. We gaan verder. Ik ga niet beginnen de jury te spelen. We gaan gewoon verder. Ik ga niet kinderachtig maar doen. Maar dan kunnen we langer spelen. Ik ga niet kinderachtig doen. Ik ga niet kinderachtig doen, oké? Okay? Yes! Oh, wil jij het? Oh, schattig. Ja, totdat hij erin valt. Ja. Ja, ik was echt... dat was te veel geit op korte tijd. Dat was heel simpel. Maar ik dacht van, oké, daar gaan mensen wel heus doen, maar lachen toch? Jawel! Maar het was al op het randje en toen kwam die geit huppelen. Ja, de jury zegt dat je iets moet uitdoen, mensen. Heb je gaten in je sokken? Check. Gaten, chokken, check. Dat zijn uw sokken. Sokken, check. Dat zijn uw sokken. Nee, ze zijn goedgekeurd. Dat waren toch niet de sokken onder mijn bed, hè? Daarom plakte die aan een. Did you? Nu, pokerface. Oh, dat is goed. Krabben elkaar terug. Die lach van die vrouw. Wat is
Ja, je bent hier wel echt heel slecht in. Deze video is gewoon te grappig. De jury regelt het goed, je moet niks uitdoen. Echt? Ja, het was een normale... Dank de jury. Het was zo'n... Snap je, dat is gewoon een meisje, je moet dat soms accepteren, snap je? Nee, maar wil de jury straks iets krijgen of zo? De jury hoort op iets. We gaan verder. Oh, niet weer. Thomas! Nee, ik was van, oh, niet weer. Vorige video toen ik met die honden zo zei, zo van, ha! Oh, dat was hetzelfde als bij u, toen moest ik iets uitdoen. Ik zal opnieuw kijken. Oké, ça va. Je krijgt een herkansing. Ja, herkansing. Ja, kent je zo die geiten van Broeder Bear, dat die zo roepen, jij bent lelijk! Nee, jij bent lelijk! Hou je nou je kop! Hou je nou je kop! Wat weet je? Dat is echt... Nee, ik lach niet. Jawel! Maar het ding is, dus zo, ik weet niet, doe jij het altijd of zo als ze zo bang zijn van iets? Ik weet niet. Ik had wel een bak en die stonk heel hard. Play that shit. Ik hou van dieren. Misschien moeten we ook een geit nemen. We hebben wel plek zo daar, niet? Excuseer. Heb je er iets anders aan, zeker? Alles je moet. Ik heb mij zo voorbereid vandaag. Heb je daar onder nog iets aan? Je bent een van die geiten. Oh, ik heb hier niks onder. Maar wel hier. Woe! Ah, die zijn erop! Wat de hel? Ik denk die erachter waren. Ik ben nu bij. Waarom zijn geiten zo dom? Ik wist echt niet dat geiten dat deden eigenlijk. Geiten zijn echt een beetje achterlijk. Ja. Toen we denken aan My Little Pony. Die hebben zo'n dom hoofd. Ah! Helemaal weg. Ladies and gentlemen, ik heb even een kommetje cereals genomen. Dat had echt kapot veel zin in. Dat val ik wel lang hoor. Die soldaat. Wil je mijn bovenlichaam zien? It's not gonna happen. Not sure. Oeh, wow. Oké. Ik zal deze voor jou nemen, goed? Omdat jij hebt me wel veel... vrije passen gegeven en... Oh, dat vind ik lief. Dat vind ik echt lief. Oké. Okay. Nee, dat zou ik niet doen. Mitsu. Nou, dat was hem voor de dierenvideo. Dit is de eerste keer dat we niet naakt zijn. Dat is echt... We hebben zo ons... Als jullie nog grappige video's weten of zo voor onze volgende 1 lak 1 kledingstuk, mag je dat altijd doorsturen naar ons. Tuurlijk. Of misschien zijn er wel grappige video's met mensen of zo. Hé, ik denk niet dat dat gaat toppen. Ik denk dat dieren altijd dieren beter gaan blijven voor ons. Ja, echt waar. Fun fact, ik eet eigenlijk elke dag mozzarella gewoon. Echt? Ik weet niet of dat goed is of... Oh. Ik vind dat zo lekker. Ik ben dan zo beginnen eten en ik ben daarna verslaafd geweest, snap je? Ja. Maar ja, beter dat dan suiker of chips, snap je? Dus inderdaad. Om de zoveel tijd, checken is hoe het met jullie gaat. Hoe gaat het met jullie? Maar ik zie wel vaak reacties van zo'n mensen daar reageren van oh, ik had vandaag een mindere dag door deze reden. Of vandaag zag ik een reactie van iemand dat het zwaar had, want ze moest verhuizen en zo. Ik zal dat eventjes als reactie van de dag nemen. Ik had echt een rotdag en jullie maken het veel beter, want ik had een rotdag omdat ik druk bezig was met het verhuizen en het is echt zwaar. Ik vind dat wel, ik vind dat echt leuk als jullie zo vertellen waarom het minder gaat. Weet je, ik snap dat wel, want op zich...
We hebben ook soms mindere dagen. Dat we denken van dat we eigenlijk geen zin om te filmen. Dat is logisch, je hebt niet elke dag zin om te filmen. We hebben wel het voordeel dat we met twee zijn. Ja, dus dat we elkaar zo'n beetje opheppen van oké, energy. Energy, hey, energy, yeah. Energy. En dan komen we zo'n beetje in de mood van oké, let's go, yeah. Vlog time, hey, let's go. Wij kijken allebei elke dag uit om te vloggen. Mm-hmm. En dat is op zich, het vloggen zelf is op zich geen probleem. Maar het is dus alles wat er rondom, als we dan net een werkdag hebben gehad, dan is het al moeilijker om inspiratie te hebben, want je bent dan moe en zo. Alles aan het afgaan en opeens kom ik dus op Figari. Dat is een eiland van Frankrijk, maar dat ligt zo naast Italië. En het is best wel warm. Sounds good. Ja, dat is wel random, dus misschien moeten we dat gewoon boeken. En dan zou dat van woensdag tot zondag zijn. Bij deze gaan we deze vlog gezellig afsluiten. Bij deze gaan we naar Figari. Wij zien jullie morgen terug om 5 uur. Dan gaan we naar de Ardennen, dus stay tuned. Ja. En dan zeggen wij, Matthias... En Witse, out.